Micha, goedemiddag. We zijn hier bij de Beste Vaar in de Wipstreek en we gaan er een jeugdmiddagje van maken. Dat is eens een keer weer wat anders dan alleen maar die oude knarren. Ik heb daarom ook vriend Batse weer meegenomen. Die voelt zich altijd jeugdig. Het is, soms, geest, ook nog, het is ook soms nog een klein kind. Dus we gaan er eventjes kijken. We gaan daarheen. Ga je maar mee. Kom maar. Ik ook. Vriend, kom ook mee. Hallo. Welkom in de Beste Vaar. Dankjewel. Ging die kussen nou ook goed op? Nee, maar ik heb hier. Nee, hier. Microfoon. Zo. Ah, ik heb het al. Hij is er trots op. God, doei. Nou, daar ben ik wel klaar mee. Ja, met. Wat met? Is het hier al waar je fotografeert? Hier is voor. Even in de make-up. Ja? Geen glimmende plekjes meer? Zeg eens wat als. Wat moet ik wat zeggen? Ja, toppie? Toppie? Mooi man. Goedemiddag, Gert. Dag jullie. Je bent echt mooi uitgelicht. Zeg, we hebben het anders in de stoel. Je glipt wel. Je hebt voeten nodig. Hé, hey, oela, oela, zeg. Het is klaar. Dat je alles maakt van mij. Ik zit hier in een kooi. En jij bent vrij. Nog ben ik ontstond. Vraag ik maar wat. Ja, wat te doen ik steeds. De hele dag. Ja, je wordt nu ingezoomd, dus en vanavond ben je op tv en ik kan de hele klas. Wiegel, je bent hier bij Ilona. En Ilona, dat is een dame. Echt. Ja, het is een dame, zonder meer. Moet je eerst even vertellen wie jij bent en wat jij nou precies doet? Ik ben Ilona en ik leid de Beste Vaartjes. Je leidt de Beste Vaartjes? Ja, maar je doet meer dan dat. Ik kan me niet voorstellen dat je overal lof en eer prijst alleen omdat je de Beste Vaartjes leidt. Iedereen is gek met je, hoor ik altijd. Ja. Wij ook natuurlijk. Gelukkig. Maar wat is jouw functie bij de Beste Vaartjes? Ik zie alleen maar lopen, rennen en met briefjes en met bakjes en dat soort dingen. Ja, ik doe eigenlijk alles een beetje alleen. Ik krijg wel hulp van andere verenigingen. Daar ben ik heel blij mee, want alleen red je het niet. En dus waarom een beetje rennen vliegen? En de hulp van andere verenigingen, dat houdt in. Zoals nou Willy staat de boel aan elkaar te praten. Gert die mag zo af en toe ook wat zeggen in zijn mondmicrofoontje. Ja. Dus dat is dan de hulp die je van andere verenigingen krijgt. Dat is verder hier in het wijkcentrum.
Heb je ook alle medewerking? Ja, daar heb ik nou vrijwilligers achter de bar staan. En ja, want anders red ik dat niet. Ik kan niet overal tegelijk zijn. En waar, hoe ligt dat? Waar ligt dat dan? Dat je geen mensen vast bij je hebt om je heen? En... Dat komt omdat de jeugd eigenlijk een beetje een dingetje is. En ja, ouders die vieren liever dezelfde feesten. En dan komt de nanny Ilona en die legt lekker op. En ja, en ouders die vinden het leuk totdat even lastig wordt en dan ben ik er weer. Dus je bent eigenlijk voor zo'n zaterdagmiddag bij de oppasmoeder? Ja. We doen het kind naar binnen en eigenlijk is dat natuurlijk niet leuk, want kijk, het kindercarnaval is natuurlijk ter promotie van het carnaval later. Ja, maar de ouders die zijn hier wel, want die zijn weer bijna allemaal lid van een andere vereniging. Ja, goed. Hulp is natuurlijk wel hartstikke mooi. Dat moet natuurlijk kunnen, want de jeugd heeft de toekomst. En als deze jeugd gaat afhaken, dan hebben we ook geen toekomst meer. Nee, dat is gewoon zo. Dus die ouders die moeten het eigenlijk stimuleren. Ja. En wat doen jullie daarin? Eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks. Nee. En is dat niet een idee om... Nee, want ik vind die ouders die hebben hun eigen vereniging, dus die kan ik niet lastig gaan vallen met dingetjes van mij. Toch? Nou, het zijn geen dingetjes van jou natuurlijk. Hè. Het is een vereniging. De beste vraag is een vereniging. Ja. En een vereniging wordt gedragen door vrijwilligers, maar niet door één of twee van een andere vereniging zoals je het nu hebben. Eigenlijk moeten dus de ouders gewoon zeggen van, joh Ilona, wat kunnen wij in de nabije toekomst voor jou doen? Ja, dan zeg ik niks. Want niks. Ik ben er wel. Ja, nee, maar kijk, dat is er nou juist. Ja, dat is het, straks dan ja. Is Ilona er niet meer en dan hebben we ook geen beste vaatjes meer. Dat hoop ik toch niet? Nee, maar het valt dan weg. Want jij bent dan degene die het altijd gedaan heeft. En de rest die vond het altijd leuk om aan de zijlijn te staan. Nee, eigenlijk moet je dus nu de ouders er een beetje bij betrekken. Nou, ik hoop dat filmpje wat we dus nu gaan, of een filmpje, een mooi item gaan maken over het carnaval van de beste vaatjes. Dat natuurlijk bijdraagt aan wat meer hulp van de ouders. Dat zou wel mooi zijn. Dan moet ik toch wel vragen. Ja, weer, hè? Ja. Maar ja, goed, ze kunnen zich nu ook vrijwillig aanmelden, hè, nu ze het gezien hebben. Ja. Ze voelen zich nu een klein beetje aangesproken, hopelijk. Ja, nou, ik vind van wel. Ja. Okay. Maar ik zei in ieder geval, ik zei niet verder lastig vallen, want ik zie dat je weer begint te zweten van ongemak. Ja, dat je graag weer aan het werk wilt. Ja, ja. Nou, bedankt. Ik ben blij dat je even voor de camera wil komen. En ik hoop voor je dat er wat mensen in de toekomst bij komen. Ik hoop het ook. Wiegel, en dat zal ook niet aan jou liggen, denk ik. Hè? Dat gaan we er even voor door. Hè? Bedankt. Ilona ook bedankt. Graag gedaan. Dank je. Zo, dat was die weer. Een gezellige middag bij de beste vaatjes in de beste va. We hebben het hartstikke leuk gehad. Ontzettend veel kindertjes. Genoeg water. Genoeg water hebben we weer gehad. Mijn vriend Batse, die heeft de boel ook weer op stang lopen jaren met iedereen die jeurig was en die niet jeurig was. Maar wie gaat weer gewoon weer? Tot de volgende keer. En ik wil Gert nog even feliciteren. Met je verjaardag.